tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Kamerjas gezien. Ik weet zeker dat die hier lag. Ja, die heb ik in de kast gehangen. Hé, hey, is dat nou wel verstandig dat jij je bed al uitgaat? Ik voel me prima. Ja, maar dokter Van Iersel heeft gezegd dat jij in je bed moet blijven. Nou, kom op, ga dan weer lekker in. Kom, kom, kom. Ik voel me zo belachelijk. Je behandelt me alsof ik doodziek ben en er is helemaal niets aan de hand. Nou, dat is dan prima, want dan kun jij lekker je ontbijt opeten. Kom maar. Hé, ga dan maar lekker in. Zo. Kijk eens. En als je meer wilt, dan roep je, hè? Oh, jij bent vroeg op. Nee, ja, ik kon niet zo goed slapen. Hoe is het met Annette? Ja, wat beter. Ze eet weer wat. Nou ja, ze drinkt een jus d'orange. Nou, dat is toch een hele vooruitgang? Ja. Ik ga wel even bij de langs. Nee, John, ga je niet. En waarom niet? Je zei toch dat het beter ging? Nee, schat, ik zei iets beter. Maar ze is nog lang niet echt beter. En ik weet ook helemaal niet of ze al mensen wil zien. En als ze ergens van overstuur raakt, dan zijn we nog verder van huis. Hè? Ah, juist, ja. Je denkt dat ze van mij overstuur raakt. Nee, dat zei ik niet. Natuurlijk niet. Maar ik wil geen enkel risico nemen. We moeten even afwachten wat de dokter zegt en wat ze zelf vindt. Mm. Heb jij Mirjam eigenlijk al gezegd dat je niet weggaat? Nee. Liever, dat moet je wel even doen, hoor. Want ze zit waarschijnlijk met problemen vanwege de huur. Misschien heeft ze al iemand anders, maar ik vind dat je op zijn minst... Kun jij nou nergens anders aan denken? Straks komt de politie om me op te halen voor het vermoorden van Simon... en jij zit te zeiken over Mirjam! John, waar ga je nou heen? Hier weg! Ik weet het nog niet. De ballen. David? Hey, rustig. Hey, word je wakker. Wat een rotdroom, zeg. Ja, wat droom je dan? Nou, gewoon wat ik altijd droom. Kwam ik er ook in voor? Ja. Nee, je bent echt uit je doen, hè? Ja, belachelijk. Het is gewoon een droom. Maar waar ging het dan over? Nou, over Martine, ik kwam erin voor. En Simon, en er gebeurden allemaal vreemde dingen. En ik had ook het gevoel dat er vreemde dingen met u gebeurden. En ik kon er niks aan doen. Nou, met mij is niks in hand. Kijk maar. Hey, kom je ontbijten? Ja. Ik wilde je steeds opbellen om te zeggen dat het me speet, maar op de een of andere manier was ik toch te trots. Het belangrijkste is dat we nou weer bij elkaar zijn. Absurd, hè? Ik wil mijn hele leven carrière maken en veel geld verdienen. Vooral veel geld uitgeven. Kijk nou eens waar ik eindig, met een financiële mislukkeling. Het komt heus wel weer goed, Linda. Dat beloof ik je. Ik wil niet somber zijn, Rien, maar hoe moet het dan met je vader? Kijk, hij heeft veel macht en als hij tegen je is, maak je geen schijn van kans. Misschien. Maar ik wil het er niet bij laten zitten. Er moet toch iemand zijn die ze niet door mijn vader laat bang maken. Alleen ik moet hem nog vinden. Het zal wel lukken. Moet je niet mee afspraak? Oh,
Goh, dat jullie zo romantisch zijn, zo vroeg op de ochtend. Mirjam, ga de rekening halen. Ik dacht even dat ik van mijn stokje ging, Linda, toen ik jou weer met Rien zag. Ik dacht dat jij een oogje op David had. Welke David? Zo, jij hebt een lekker hoesje. Ja, dat is gewoon een kriebel in mijn keel. Een kriebel? Nou, zo klinkt het anders niet, hoor. Gaan we nou nog weg vandaag? Ja, hangt een beetje vanaf of ik de motor aan de praat krijg. Ja. En als het niet lukt, dan probeer ik het morgen weer. Of overmorgen of volgende week. Dat is ook makkelijk. Dat is allemaal zo makkelijk hier. Nee, maar ik wel. Annette? Ik wilde graag de heer Van der Steen spreken. Nee. Oh. Ja, bedankt. Als je mij niet had gehad, had je nou niet zo in de puree gezeten. Het was mijn idee om met je vader te breken. Ja. En daar ben ik jou eeuwig dankbaar voor. Jawel. Maar sinds je dat gedaan hebt, gaat het alleen maar slechter met je Rien. Misschien moet je toch maar weer eens met hem gaan praten. Nee. Geen haar op mijn hoofd die daarover piekert. Ik wil niks meer met hem te maken hebben. Ik voel me eindelijk vrij, dankzij jou. Jeanne, jij bent de eerste die het weten mag. Linda en ik zijn weer bij elkaar. Mag weten? Goh, alsof het een gunst is. Hm? Goed, oké. Okay. Ik ga. Ik zie jou vanmiddag. Ik zal aan je denken. Waar begin je nou weer aan? Je weet toch zelf dat je helemaal niet van hem houdt? En alles begint weer van voor af aan. Ik hou wel van hem, heb ik ontdekt. Geloof je het zelf? Waarom ben jij toch altijd zo doorzichtig? Nou, kom op, Linda. Luister naar me, ik wil je helpen. Bemoei je dan niet met mijn zaken? Hé, hey, bedankt, hè. En als dit gerepareerd is, dan zie ik je wel weer. Oh, en bedankt voor de boodschappen. Ongelooflijk, hè. Hé, hey, een kapotte zuigerveer. Nou, dat is toch logisch dat hij niet wilde starten. Dan weet je nu wat er mis is. Ja, en de nieuwe onderdelen zijn er over 3 dagen. Goed, tijd voor mijn superhoesdrank. Denk. Volgens mij is dat gevaarlijker nog dan de kwaal. Kijk, je ziet er al gelijk een stuk beter uit, man. Misschien ook wel goed voor je geheugen. Je weet maar nooit met zo'n hoesdrank. Dat is ook goed voor de kop heen. Wil je koffie? Ja. Ik hoop maar dat ik geld genoeg bij elkaar krijg om die reparatie te betalen. Kan die vrouw van de boot dat dan niet betalen? Dus dat kun jij je herinneren? Nee, maar ik vraag het er liever niet. Ik vind het niet zo prettig als ze zich te veel met me bemoeien. Ik mocht deze boot van de lenen toen ik mijn eigen boot kwijtraakte. Jij hebt mij nooit verteld dat jij zelf een boot had. Een stuk geslagen in de storm. Hij was scheurend casco, alles onder water. Ik longontsteking. Nou, toen kwam Joke me opzoeken in het ziekenhuis en bood me haar boot aan. Toen ik mijn eigen zaakjes weer in orde had. Wil je weer een eigen boot? Ja, natuurlijk, joh. Eens een waterman, altijd een waterman. Wat ben jij van sterrenbeeld? Sterrenbeeld? Ja. Weet ik niet. Oh. Wat zou je gaan doen als je weer op het land moest wonen? Nee, dat kan ik niet, joh. Dat is niks voor mij. Heb ik een keer geprobeerd. Getrouwd en al. Nou, dan liep je in de kortste keer een stuk. Hoezo? Ik ging eens een keer een pakje cheque halen, maar ik ben nooit meer teruggekomen. Nee, joh. Nee, dit is helemaal niks voor mij. Dit is mijn leven, hè. Lekker buiten, al dat water. Nou,
genoeg over mezelf verteld. Vertel jij nou eens wat. Ben je getrouwd? Sorry. Ik vergeet steeds dat jij je niks meer kan herinneren. Sorry. Heb je vrij of ben je ontslagen? Ik heb ontslag genomen. Ik wil er ook niet over praten, goed? Oké. Van wie is die brief? Van Nancy. Zie je wel, ik zei toch dat ze zou schrijven? Wat staat erin? Dat ze een nieuw vriendje heeft. Hij is kok. Ik dacht dat ze op slanke types viel. Nou, nu niet meer. Niet op mij tenminste. Hij kan hier niet meer tegen. Eerst moest ik van haar gaan werken, heb ik een baan gezocht. Ik ben aftershave gaan gebruiken voor haar. Bah, ik hoef niet eens vaak te scheren. En nu? Nu is alles voorbij. Maar het kan me allemaal niet schelen. Niets. Ik begrijp hoe je voelt. Sinds John weg is, kan mij ook allemaal niks meer schelen. Hey, je moet niet zo de hele tijd naar die brief zitten te staren, hoor. Daar word je alleen maar depressief van. Laat het af. Oké, sorry hoor. Als jij zo graag depressief wil zijn, moet je het zelf maar weten. Hey, David. Hallo. Zeg, heb jij het goede nieuws al gehoord over Rien en Linda? 1, 2, 3. Ze zijn weer samen. Wat? Ze zijn weer samen. En nog verliefder dan ooit, zo te zien. Het lied met Rien? Het wonder laat inderdaad nog op zich wachten. Wat is het probleem? De hele opzet is het probleem. Rien voelt er helemaal niks voor me onder de plak te zitten. Terwijl hij zich wel laat manipuleren door jou. Ik heb wel een bijzonder slimme zoon op de wereld gezet. Zeg, als u nou de pest aan hem heeft, waarom wilt u hem dan terug? Daar gaat je niets aan. Hoe lang denk je dat hij het volhoudt? Geen idee. Maar ik zal mijn uiterste best doen. Als u zich tenminste ook aan de afspraken houdt. Maak je daar maar geen zorgen over. Wat is er met je? Je bent bloednerveus. Oh, ik heb een beetje ruzie gehad met mijn tante. Ze is er tegen dat Rien en ik weer samen zijn en dat maakt het allemaal niet makkelijker. Laat die tante van jou nou maar in haar eigen weinige vet gaar smoren. Ze kan nu anders niet luchten of zien, hoor. Oh, nee. Weet je nog hoe plezierig ze het vond dat ik laatst opbelde? Nee, die tante van jou is het probleem niet. Concentreer jij je nou maar op Romeo. We eten vanavond kip, gebraden en al. Veel verse groenten en een banaan na. Lekker. Het lijkt me verstandig dat jij heel erg goed eet. Wie weet wat vitamines voor je uitrichten. Wat denk je? Vitamine? Ja. Ik weet niks van vitamine. Oh. Waar ik iets terug kon doen. Zorg je nou eerst maar eens dat je van die hoest afkomt en dat je aansterkt. Daarna heb ik werk voor je. Ik zei dat ik mijn horloge kwijt ben. Hoe laat is het? Nou, dat hangt er vanaf. We hebben zomer- en wintertijd. Rond een uur of 12 zo te zien. Ik ben even naar voren. Zie je zo. Bedankt, Huip. Ja. Van Linda. Een glaasje wijn? Ja, dank je. Lekker. Ik vraag niet hoe de vergadering is geweest. Nee, dat verpest de lunch alleen maar. Ah, je hebt het al geraden of kun je het aan me zien? Laten we maar niet over praten. Waar zullen we op drinken? Op mijn vader, die mij zo fijn tegenwerkt. Ja, Rien, dat is wel zo. Maar hij doet het omdat hij iets van je wil. Hij houdt van je. Hij wil dat je de grootste wordt, net als hij. Simon was ook altijd heel lastig tegen mij. Dat is geen vergelijking. Simon was een goed iemand. Mijn vader is slecht. Slecht tot op het bot. Ja, leg dat maar neer. Ja, maar waar?
Ik verwacht eigenlijk een koerier die hem maar een schip kan brengen. Ach, u werkt nog steeds voor Menno? Ja, dat wil hij per se. Ah, dat verandert dus de zaak. Ik had het idee dat u er op het ogenblik financieel misschien niet zo rooskleurig bij zat. En ik weet dat u geen geld van me wilt aannemen, dus... Heeft u me aanbevolen bij een bevriende uitgever? Ik denk dat ik hem er een groot plezier mee doe. Ik ken uw werk en ik denk dat het heel goed is. Nou, het is heel aardig van u. En ik zal zeker een afspraak met hem maken zodra ik meer werk nodig heb. Dank u wel. Geen dank. Dan ga ik maar. Ik zie dat u het druk hebt. Maar voordat u gaat... zou ik graag even met u willen praten. Ach, waarom? Nou, uw zoon Rien en Linda, ze zijn weer samen. O ja? Ja. En ik zou het heel erg op prijs stellen als u op een of andere manier uw invloed zou kunnen aanwenden om te voorkomen dat ze daarmee verder gaan. Als ik al invloed zou hebben op Rien, en die heb ik niet, dan zou ik hem nog niet aanwenden, want ik denk dat Linda heel geschikt voor hem is. Ze is de perfecte vrouw voor hem. Ja. Maar ik denk dat Rien niet de perfecte man is voor Linda, als u me niet kwalijk neemt. En ik denk ook niet dat hij er ooit gelukkig zal maken. En ik zal er ook van alles aan doen om ze uit elkaar te drijven. Dat spijt me. Vindt u het niet een beetje bemoeizuchtig? Ik heb al eens eerder geprobeerd om Riens leven te leiden. Te zeggen wat hij moet doen, met wie niet. U ziet het resultaat, hè? Ik wil Linda's leven ook helemaal niet beïnvloeden. Oh nee, ik kreeg anders wel de indruk. U bedriegt uzelf. Als u probeert tussen die twee te komen, dan loopt u de kans om Linda te verliezen. Zoals ik Rien ben kwijtgeraakt. Wat heb ik je gezegd? David kan wel net doen alsof hij niet verliefd is op Linda, maar hij stapel op haar. Volgens mij is het gek dat ze hem laat lopen. Hij is zo aardig. Hey. Hoe is het met jou, oude rattenvanger? Cactus, breng ons even 2 pils. Dag, Mick. Hoe is het met jou? Beter dan ooit. Sinds ik weg ben uit dat stomme opvangcentrum gaat alles goed. Hang jij er nog wel eens rond? Nou, min of meer. Ik ga er weg. Stap in de goede richting. Hey. Ben je toevallig laatst nog geweest? Helaas wel. Meteen weer gezeik met die oude zak van daarnaast, Harmsen. Die beweerde dat ik hem telefonisch bedreigd had. Ja? Wat zei hij? Was hij bang? Bang? Hij was zo kwaad dat ik niet gezien heb of hij bang was. Maar hoezo? Wat weet jij ervan? Ik heb hem zelf opgebeld. Ik zal jou een gek eens leren mij te verlinken. Goh, wat graag zijn kop willen zien, zeg. Nou, wat denk je? Zullen we het morgenmiddag doen? Prima. Ja. Wat gaan jullie morgenmiddag doen? Oh, ik heb een kapotte dakgoot die gerepareerd moet worden. Ja, elke keer als ik zelf op een ladder klim, dan word ik een beetje duizelig. En hij kan er zo bij. Zeg, zou jij even naar hiernaast willen gaan? Iets pakken in het kantoortje, je weet wel. Ja, ja. Hey, jongen, die is een aanwinst, Helen. Jammer dat er niet meer zijn zoals hij. Ja, ik wou het even met u hebben over Mickey. Wat is er dan met hem? Ik vind dat u hem helemaal verkeerd beoordeeld hebt. U weet heel goed dat hij het niet was die u heeft gebeld. En u had op zijn minst uw excuses kunnen aanbieden. Nou, ik kan wel merken dat jij nog nooit zo'n telefoontje hebt gehad. Wie denkt er nou aan excuses als je nog staat te trillen op je benen? Misschien maakt u ze wel veel te vaak druk om helemaal niks. Nou, misschien heb je gelijk. Nou, misschien ook niet. Aan de andere kant kun je... Sorry, we moeten wel gaan, anders komen we te laat. Ja. Oh ja, ja, natuurlijk ja. Ik moet trouwens naar een vergadering nog. Het is om helemaal gek van te worden, die man. Maar goed, we gaan naar huis. Ja. Ik moet even weten waar Annette is. Is Annette hier? Nee, daar wilde ik jou net over bellen. Nou, dan ga ik snel weer verder, hè? Maar je laat het weten als ja, je het hoort. Ja. Ja. Zo. Hallo, schoonheid. Alleen apart? Annette, wat doe jij hier? Ik dacht dat je thuis in bed lag. Jij kunt beter aan je klanten denken, jij. Hm? Hey,
Zullen wij iets leuks gaan doen samen, gezellig met z'n tweetjes? Later met rust, anders roep ik Tom. Dan mag je hard roepen, want Tom is net de zaak uitgelopen. Wakker worden. Het vaderland heeft je nodig. Dat fijne vriendje zit Annette constant lastig te vallen. Het is geen vriend van mij. Nou, nog beter. Zeg dan maar gewoon dat hij met zijn poten van eraf blijft. Ja, ben je gek of zo? Die jongen is gevaarlijk als hij kwaad wordt. Hij is uit het opvangcentrum gezet omdat hij liep te steken met messen. Een van die jongens ligt nog in het ziekenhuis. Geen wonder dat Nancy jou heeft laten zitten, hè? Oh. Met John Albers. Hallo, met Mirjam. U moet heel snel hier naartoe komen, want Annette... John, wat doe je daar nog? Met jou bellen. Wat is er met Annette? Betekent dat je blijft. Je gaat niet weg. Mirjam, schiet op. Wat is er aan de hand? Waar ben je? Op je werk? Ja. Mickey zit hier ook en Annette. En die andere Mick valt constant Annette lastig. Dus ik dacht... John! Wat zeg? Niks. Of hij is onderweg of hij is flauw gevallen. Het wordt duimen. Ik hoop dat hij op tijd komt. Nou, dat is het ongeveer in het kort. En nou wil ik schrijven. Maar ja, je weet nooit hoe het er over 2 jaar voor staat. Het is een beetje warrig allemaal. Nou, vind ik niet. Je weet heel goed wat je wilt en je werkt daar heel logisch naartoe. Je bent ook wel een heel bijzondere iemand. Een andere moeder had me al lang gezegd een baan te zoeken en maar te gaan schrijven in mijn vrije tijd. Nee, ik vind het belangrijkste dat je gelukkig bent. En ik kan ervoor zorgen dat je genoeg tijd hebt om te schrijven. Maar ik kan toch niet het op uw zak leven? Als ik over een half jaar nog niets heb gepubliceerd, dan ga ik een baan zoeken. Nou, heb je me nog niet goed begrepen, want ik denk aan een langere periode. Hoe bedoelt u? Ik heb vanochtend mijn notaris gebeld en hem opdracht gegeven mijn testament te veranderen. Ik laat alles aan jou na. Ja, maar dat kunt u niet doen. Waarom niet? Dat moet ik toch zelf weten. Het is toch mijn geld? Ja, maar u heeft het aan het opvangcentrum beloofd. Wel, maar er is iets veranderd. Ik vind het heel lief van u, maar ik heb uw geld echt niet nodig. Ik kan altijd wel genoeg verdienen om van te leven en... bovendien, de kinderen in het opvangcentrum hebben het meer nodig dan ik. Belt u uw notaris maar om alles weer te laten veranderen. Ik dacht wel dat je zoiets zou zeggen. Daar ben ik ook heel trots op. Maar nee, mijn besluit staat vast. Jij bent mijn zoon, voor jou ben ik verantwoordelijk. Maar het is het zo... Het opvangcentrum krijgt ook geld. Ja, hoe dan? Zolang ik leef, is de rente van mijn geld voor hun. En ik hoop dat dat zo blijft als ik er niet meer ben en het geld van jou is. Het klinkt goed. Ik geef me over. Prima, dat is dan geregeld. Laat u even lekker zitten, dan maak ik een kopje thee. Kom je? Het eten is klaar. Hey, kom op, joh. Hey, word wakker. Kom op. Hey. Je hebt koorts, joh. Hey, kom nou. We moeten hulp halen. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Laat me los. Ben gek. Je wilt toch zelf mee? Kom op, we gaan. Nee, ik wil niet mee. Maar doe nou iets. Hey, Mick. Volgens mij wil Annette liever hier blijven. Hey, Mickey, volgens mij niet. Wil jij ermee bemoeien? Ik dacht het gewoon even. Kom op, doe nou wat. Wat moet hij nou doen? Daar is toch veel te sloompies voor. Neem maar net mee, er staat een taxi bij. Annette, kom op. Oké, kom maar. Oké.